Mensen, dan mag een tikkeltje harder. Borussen nog eens aan. Mensen waar we 3 dagen naartoe hebben gewerkt, het binnenkomen van de medaillewinnaars in dit kampioenschap van Nederland. De grooms nemen de paarden over. Mag ik de junioren verzoeken af te stijgen en plaats te nemen achter het podium. Dekens, dames en heren, aangeboden door Horsewear. Het ziet er allemaal zeer mooi uit. Hele mooie rosetten, prachtig sjerpen. En u mag plaatsnemen achter het podium. En dan beginnen we zo dadelijk met de bronzen medaille bij de junioren. Met een eindtotaal van 10,98. En met zijn paard Largo het brons, dames en heren, voor Lars Kersten. Applaus! Emiel Hendricks, dames en heren, was zelf meerdere malen Nederlands kampioen, vertegenwoordigd het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Sportfederatie bij deze prijsuitreiking. Het brons voor Lars Kersten uit het Limburgse Echel. Dan gaan we naar de winnaar van de zilveren medaille met een score van 6,19 met zijn paard Kwinken, de zilveren medaille voor Max de Mol. Zilver omgangen door Emiel Hendricks. Van Kloos tot het laatst toe met Ulena van Banu Bendu Rouer. Amazone uit Limburg uit Zevenum. Kampioen van Nederland bij de junioren Sanne Thijssen. En dat is 1 gouden medaille. Ah, dat gaat net. Niet. Het is gelukt. Prachtig moment, dames en heren. Wat een talent, deze Sanne Thijssen, kampioen van Nederland bij de junioren. Daar hoort natuurlijk zo'n fraaie sjerp bij. Het oranje omgangen bij Sanne Thijssen. Ze heeft het niet van een vreemde. Schijnt dat haar moeder ook heel goed spreekt. Voor de fotografen is dit het moment. Staan ze nog 1 keer met z'n 3. Ik zou zeggen, geef ze een daverend applaus. De nummer 7, 2 en 3 van het Nederlands kampioenschap junioren. Ja, en dan gaan ze plaatsmaken voor de jongwaarders. Die mogen nu afstijgen en die mogen plaatsnemen achter het podium. Trouwens, één mag er blijven staan. En Max en Lars, die maken even ruimte. Dan gaan we de procedure opnieuw opstarten, dames en heren. Bij de jongwaarders ging de bronzen medaille na Barrage met een eindscore van 4,47 naar Niels Klapen en Kalunas Kasjaral Zet. Winnaar van de brons, Niels Klapen. Mooi. De zilveren medaille 4,47, maar in de barrage ging het beter. Amber Feijen en Briljant wint het zilver. Ten slotte met een eindtotaal dit keer van 1,56. Kampioenen van Nederland met Konkidam RB bij de jongwaarders. De kampioenen, dames en heren, nog 1 keer voor Sanne Thijssen. En dat is 2. 2 keer goud.
Als het de ene keer lukt, lukt de andere keer ook. Goed, nog een sjerp erbij. Voor de fotografen, voor het publiek, hier staat de top 3 van Nederland bij de Jongwaarders. Dames en heren, nog een keer die handen op elkaar voor Sanne Thijssen, Amber Verje, Niels Knappe. Ja, laat die medailles maar zien. Goed, ik denk dat... En daar staan ze, de vijf winnaars hier, dames en heren, van de medailles op het Nederlands kampioenschap junior en jongaarders. En ze gaan zich omdraaien, want wij gaan zo dadelijk kijken naar het hijsen van de Nederlandse driekleur. En ik verzoek u allen te gaan staan, dames en heren, want wij gaan luisteren naar de klanken van het volkslied, het Wilhelmus. Tweevoudig kampioen Sanne Thijssen. Zilver voor Max Stummel, Amber Verje, brons voor Lars Kersten en Niels Knape. Dirk van Zandvoort, onze voorzitter, heeft bijzonder mooie bekers, dames en heren. Hans van der Bos, onze show director, begeleidt hem daarin. En die worden op dit moment overhandigd aan het slot van deze bijzondere dag. De beker voor Lars Kersten. De beker voor Max de Mol en de grootste voor Sanne Thijssen, dat waren de junioren. En dan de bokalen voor de nummers 1, 2 en 3 van het Jongaarderskampioenschap. Met Niels Knape op die derde plaats, Amber Verje op de zilveren positie. En het goud wederom voor Sanne Thijssen. Uitgereikt door Dirk van Zandvoort, voorzitter van het Kokkoepiek Milo. Dan is het een prachtig podium. Een podium waar we de toekomst mee in kunnen in de Olympische springsport. Wij zullen, dames en heren, nog één keer een applaus gaan geven. Dat weet ik zeker. Hier in Milo voor deze toppers.